Geliefde gemeente, ouderen en jongeren en ook onze gasten, van harte welkom in deze eredienst. Een bijzonder woord van welkom voor onze luisteraars die meeluisteren via de Stilok-uitzending. In deze dienst gaat voor onze predikant dominee F.W. van der Ree. Het Bijbelgedeelte dat centraal staat deze morgen is Psalm 29, vers 1 tot 11. En het thema van de preek is Gods stem in het onweer. Mededelingen. Op Deovolente vrijdag 30 augustus hopen Jelle van der Kamp en Aafke van der Brink te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden om 14:15 'smiddags in dit kerkgebouw. Dominee van der Ree hoopt in deze dienst voor te gaan. De collecte, er zijn 3 collecten. 2 tijdens de dienst, de eerste is voor de kerk en de tweede is voor de kerkelijke kas en bijzonder de zending. En de derde collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds. Dat we nu samen zingen, Psalm 97, vers 1 en 2. En de kerkenraad wenst u een gezegende eredienst toe. Thank you.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 19, daarvan het eerste en het tweede vers. Wij zullen in deze dienst Psalm 29 lezen en daarbij stilstaan waar het gaat over de stem van de Heere God, ook in de natuur. En we zingen met Psalm 19 over het ruime hemel rond dat met blijde mond Gods eer en heerlijkheid vertelt. Psalm 19, vers 1 en 2.
De Heere God openbaart zijn macht en majesteit in de natuur, maar hij openbaart ons ook zijn wil in zijn woord, in de wet die we vanmorgen ook lezen uit Exodus 20. Nadat we naar die wet hebben geluisterd, de wil van de Heere voor uw leven, antwoorden wij met Psalm 19 en daarvan het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Dit laten we nu met elkaar bidden en danken. Getrouwe God in de hemel, die we in uw Zoon, de Heer Jezus, als onze Vader mogen aanroepen,
Wij komen tot u, nu we als gemeente op deze zondag bij elkaar zijn gekomen. De deuren van uw huis stonden open. We mochten hier naar binnen gaan, of we hebben thuis de radio aangezet om de dienst via de Stilok te volgen. Of via het internet volgen we deze dienst. Heer, wij loven u en wij prijzen uw grote naam, om wie u bent voor ons, dat u ons dit moment wilt geven. Het is een bewijs, Heer, van uw trouw en van uw zorg voor ons. Zorg voor onze ziel, opdat we niet opgaan in de waan van alle dag, in de sleur van alle dag, maar op deze zondag, de dag die we mogen heiligen als de rustdag, door u worden uitgenodigd om hier in uw huis te komen, om uw woord te horen, om de dienst mee te maken. Heren, wij danken u uit het diepst van ons hart om wat u ons daarin geeft. Ja, Heren, maak ons daar oprecht dankbaar voor. Want u weet dat we zo gemakkelijk in juist ook die dingen de vanzelfsprekendheid gaan ervaren. Het is toch altijd zo dat we naar de kerk kunnen gaan, zo denken we dan. Heren, wij belijden dat voor u. Als onze zonde, onze schuld, dat we u daarin zoveel dank en eer niet geven. En daarom willen we u loven, Heren, en u prijzen, dat u ons vanmorgen samenbrengt en dat de Bijbel hier open op de preekstoel ligt. En dat dat een teken is, Heren, dat u wilt spreken. U spreekt, Heren, hier in uw woord, zoals we dat vanmorgen lezen en horen. U spreekt ook in de natuur. Heren, ook daarover zullen we vanmorgen horen. En wilt u dan spreken tot ons hart? Laat dan ons hart ook mogen opengaan voor wat u ons te zeggen hebt. Want uw woord werkt immers wat uit. Uw stem, als die spreekt, dan doet dat wat. Naar de ene of de andere kant toe. Of het brengt ons bij u en bij u, Heer Jezus Christus. Of het is een aanklacht voor de onbekeerlijkheid van ons hart. Dat we vijanden van u zijn. En dat dan ook door onze eigen verharding blijven. Heren, maak het anders. Wilt u ons bekeren tot u? En wilt u ons richten op u? Ja, Heren, dat we met heel ons leven, met alles wat in ons is, u mogen liefhebben en dienen. U mogen vrezen en aanbidden. Heren, laat uw woord vanmorgen gezegend worden door de aanwezigheid van uw Heilige Geest. En wilt u woorden geven om te spreken en maak ons ontvankelijk voor uw stem. Heren, wij danken u dat we kerk mogen zijn, gemeente hier ter plaatse, maar dat we dat mogen zijn in verbondenheid met vele anderen. Over de grenzen heen in deze wereld. Heren, uw kerk wereldwijd, wilt u die zegenen ook op deze dag. Laat de verkondiging van uw woord voortgang mogen hebben. En wij bidden u, Heren, of u uw kerk ook wilt laten zijn daar waar ze nog niet gekomen is. Waar uw woord nog niet verkondigd wordt. Wilt u dan werkers sturen en in dienst nemen om ook daar te gaan? Heren, wij bidden u voor een ieder die een taak heeft in deze dienst.
willen u bidden voor de organist, voor de koster, voor de ouderlingen en de diakenen. Heer, wilt u uw dienaar ook geven wat nodig is in het voorgaan in deze dienst. Wij bidden u voor hen die op de kinderen passen. Heer, we willen u bidden om uw zegen. Schenk ons die. Niet omdat we dat verdienen. Hoe zou dat kunnen, Heer? Er is aan onze kant geen verdienste. Maar bij u, Heer Jezus, daar is verdienste. Wilt u ons dan aanzien en onze gebeden horen? In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Jongens en meisjes, wie van jullie is er bang als het onweert? Steek je vinger eens even op. Wie van jullie is er bang als het onweert? Ja, ik zie wel een paar vingers, niet zo heel veel. Nou, dat kan natuurlijk ook. Misschien dat je ook wel niet zo bang bent als het onweert, dat is ook goed. Nog niet zo lang geleden ging het in Veenendaal flink tekeer. En toen wij op vakantie waren, de afgelopen weken in Duitsland, toen hebben we dat ook al een paar keer meegemaakt, dat het overdag warm was en dat dan 's avonds, als het avond werd, dat er dan een onweer losbrak. Nou, en dat kon flink tekeer gaan. Dan zag je die bliksem schichten aan de lucht. En even later hoorde je het rollen van de donder. Angstaanjagend. Ja, toch wel. Een beetje. Voor onweer kun je best bang zijn. Want wat onweer natuurlijk ook is, dat weet je misschien wel, dat zomaar in kan slaan. En dat maakt het ook een beetje, dat je denkt van ja, zal dat nu precies hier zijn, waar ik ben? Zal het inslaan? Nou, we gaan vanmorgen lezen in een psalm, jongens en meisjes, psalm 29, waar het ook gaat over het onweer. Maar nou gaan we het zo lezen en dan zul je wel denken, ja, maar daar staat het woordje onweer, komt er helemaal niet in voor. En toch gaat het over het onweer, want in deze psalm wordt het onweer benoemd met de stem van de Heer. Elke keer als je dat leest, mag je denken aan het onweer. De stem van de Heer. En nou zou je kunnen denken, maar als het onweer nou eigenlijk de stem van de Heere God is. Is de Heere God dan ook zo onvoorspelbaar? Zou je dan bang voor hem moeten zijn? Nou, we gaan lezen dat niet zo is als je in de Heere God gelooft. Aan het einde van de psalm staat namelijk dat de Heere je juist zijn zegen geeft. En je juist zijn kracht geeft als je bij hem hoort. Belangrijk dus dat je bij hem hoort. Daar gaat het dus om. Vanmorgen zijn we in de kerk en dan mogen we heel dicht bij de Heere God horen. Maar het is belangrijk dat je ook zelf, je hart ook van de Heere Jezus is. En dan wil hij je ook beschermen als het onweert. Als je misschien wel eens bang bent, mag je dat ook weten. Dat de Heere God sterker is dan het onweer. We gaan met elkaar lezen Psalm 29 en na de lezing daarvan zingen we de berijming met Psalm 29 vers 1, 2 en 5. Een psalm van David. Geef de Heere, machtige heersers, geef de Heere eer en macht. Geef de Heere de eer van zijn naam. Buig u voor de Heere neer in zijn heerlijk heiligdom. De stem van de Heere klinkt over de wateren. De God der Ere dondert. De Heere is op de grote wateren. De stem van de Heere is vol kracht. De stem van de Heere is vol glorie. De stem van de Heere breekt de ceders. Ja, de Heere verbreekt de ceders van de Libanon. Hij doet de Libanon huppelen als een kalf. En de Sirion als een jonge wilde os. De stem van de Heere hakt vurige vlammen uit de wolken. De stem van de Heere doet de woestijn beven. De Heere doet de woestijn Kades beven. De stem van de Heere doet de hinde jongen werpen en ontschorst de wouden. Maar in zijn tempel zegt een ieder, hem zij de eer. De Heere troont boven de watervloed. Ja, de Heere troont als koning voor eeuwig. De Heere zal zijn volk kracht geven. De Heere zal zijn volk zegenen met vrede. Thank you.
Wij zingen als ons antwoord op de verkondiging uit Psalm 46, daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 46, vers 1 en 4 zingen wij na de preek. We luisteren dus naar Psalm 29. Psalm 29, de psalm die we lazen, is ook de psalm waar we naar luisteren in de prediking als onze tekst. Het thema voor de preek is Gods stem in het onweer. Ja, gemeente van Christus, in de zomermaanden kan dat zomaar gebeuren. Dat zult u ongetwijfeld weten en we hebben het ook meegemaakt. Ook hier in Veenendaal kort geleden nog. Eerst is de lucht nog blauw. Het is warm, je zit buiten misschien. Misschien dat je wel naar het strand bent gegaan, maar op een gegeven moment dan zie je dat de wolken zich samenpakken. En dan weet je het. Dan komt er onweer. En dan is het goed om je spullen te pakken en een veilig heenkomen te zoeken. Want tijdens zo'n onweer kan het er hevig aan toegaan. Ik herinner me nog dat mijn vader, toen ik kind was, me had uitgelegd dat je aan het onweer zelf kunt merken hoe ver het nog weg is. Jongens en meisjes, zodra je de flits van het onweer ziet en je gaat dan tellen de seconden. 1, 2, 3, totdat je de donder hoort. Dat aantal seconden laat zien hoe ver het onweer bij je vandaan is. Als je tot 10 telt bijvoorbeeld, tussen de flits en het geluid, dan is het onweer 3 kilometer bij je vandaan. Best ver. Want dat is ongeveer de snelheid van het geluid, 300 meter per seconde. Maar stel dat je telt en eerst waren het 10 seconden, maar bij de volgende flits tel je en zijn het er nog maar 5. En dan weer een flits en dan is het nog maar 1 seconde. Nou, dan weet je, het onweer komt jouw kant op. En ooit maakte ik het mee dat er een bliksemflits was en meteen hoorden we een oorverdovende knal. Toen was het onweer ingeslagen in een van de hoogspanningsmasten die bij ons in de buurt stonden. Zo'n onweer boezemt groot ontzag in en het kan je zomaar overvallen. Al gebeurt dat vandaag de dag misschien wat minder vaak dan vroeger, want wij zijn daar veelal op voorbereid door alle weerberichten, door de buienradar-app op je telefoon. Je kunt precies zien waar zit de bui, wanneer moet ik zorgen dat ik binnen zit, een schuilplaats opzoek. Maar zelfs al heb je de onweersbui aanzien komen, de hevigheid kan je versteld doen staan. Weet het onweer, dat is een natuurverschijnsel dat je geweldig onder de indruk kan brengen van de kracht van de natuur. Ja, de kracht van de natuur, dat ervaar je er dan in. Maar misschien ook nog wel iets anders. Want gemeente Psalm 29 wil ons nog op iets anders wijzen. Deze psalmgemeente wil nou eigenlijk de verbinding leggen tussen een onweersbui en de Heere God. Het wil de verbinding leggen tussen, zeg maar, je buienradar-app of de weersverwachting van het journaal en de Heere God. Misschien dat wij dat niet meer zo gewend zijn om daar zo mee om te gaan. Om in de verschijnselen die zich om ons heen voordoen in de natuur ook iets van de Heere God te ontdekken. Wij weten dat onweer te maken heeft met allerlei meteorologische verschijnselen. Donderslagen die ontstaan door de bliksemflits, de ontlading daarvan, de lucht heel snel uitzet. Dat geeft dan een knal. En zo'n bliksemflits ontstaat door de ontlading van geladen deeltjes in de atmosfeer. En meteorologen kunnen je het haarfijn uitleggen wanneer dat ontstaat en hoe dat allemaal komt. Dat is, zeg maar, de wetenschappelijke kant. Maar hoor je er nu net als David ook nog wat anders in? In zo'n donderklap. Zie je er meer in? In zo'n bliksemflits. Hoor je er de stem van God in? Of zijn we dat kwijtgemeten? Is de Heere God misschien wel
wel zo ver aan de rand van onze ervaring gekomen, dat we het alleen nog maar als natuurverschijnsel zien, als iets natuurkundigs. Maar het herinnert ons niet meer aan de grootheid en de majesteit van God. Gemeente, vanmorgen leert de Bijbel ons om met andere ogen naar de natuur om ons heen te kijken, zoals we dat als kerk overigens ook beleiden met de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar staat dat de schepping, de natuur, voor ons mag zijn. Het staat er zo als een prachtig boek waarin alle schepselen, groot en klein, de letters zijn. Dat is mooi, hè? Alle schepselen, groot en klein, zijn de letters die ons laten zien wat van God niet gezien kan worden, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Gemeente, die natuur die vertelt u dus iets over God. Zoals we het ook zongen met Psalm 19, het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Nou, zo'n donderslag, zo'n bliksemflits, gemeente, het zijn de letters in het boek van de natuur. Dat ook een boek is dat getuigt van wie God is. Als je zo naar de wereld om je heen gaat kijken, dan gaat niet alleen de wereld voor je open, dan gaat ook de hemel voor je open. En zo leert Psalm 29 ons nou de taal van het onweer. Dat natuurverschijnsel dat je toch altijd weer doet huiveren als de bliksem ergens inslaat. Als je de enorme kracht en de macht van die wolkenpartijen dan ziet. Psalm 29 zegt: het is de stem van God. De Heere spreekt in het onweer. Dat is het thema voor vanmorgen. De Heere spreekt in het onweer. En laten we dan Psalm 29 is aan de hand van drie gedachten benaderen. Allereerst, zijn stem is ontzagwekkend. Ten tweede, zijn stem werkt wat uit. En ten derde, zijn stem wekt tot aanbidding. Dus de Heere spreekt in het onweer. Ten eerste, zijn stem is ontzagwekkend. Zijn stem werkt wat uit. En zijn stem wekt tot aanbidding. En gemeente, het is belangrijk om bij deze psalm is goed te kijken hoe die nou in elkaar zit. En pakt u uw Bijbel er even bij. Ik ga ervan uit dat u die altijd bij u hebt. Jullie ook, jongeren. Als je je telefoon gebruikt om de Bijbel te lezen, dan kan dat misschien mooi en goed zijn. Maar een papieren Bijbel is misschien het beste advies. Dan word je ook niet afgeleid door allerlei andere zaken die niet in een kerkdienst horen. Laten we eens naar Psalm 29 kijken. Kijkt u even mee in uw Bijbel. Want om de boodschap van deze psalm naar boven te krijgen, is het belangrijk om de structuur even te zien. Eigenlijk kun je Psalm 29 in drie stukjes knippen. Allereerst vers 1 en 2. Daar worden de engelen opgeroepen om de Heere de eer te geven. Machtige heersers, staat er in vers 1. Er staat letterlijk de zonen van God. Nou, daar zijn waarschijnlijk de engelen mee bedoeld. Zij moeten in de tempel, in het heerlijk heiligdom, vers 2, God de eer geven. In de hemelse tempel dus. Maar niet alleen in de hemel moet dat gebeuren, dat moet ook op de aarde gebeuren, in de aardse tempel. Want het derde stukje van deze psalm is vers 9b en 10 en 11, die horen ook bij elkaar. Daar gaat het over de Heere die op de troon zit. Hij is als koning hoog verheven boven alles en zal zijn volk zegenen. En in de tempel moet ieder zeggen, hem zij de eer. Om het met de woorden van Psalm 150 te zeggen. Het aardse tabernakel en later de tempel en de hemel, die hebben alles met elkaar te maken. Dat leert Hebreeën 8 ons al. De aardse tabernakel is een schaduw van de hemelse dingen. Niet verwonderlijk, gemeente, dat zo deze psalm oproept om zowel voor zijn troon als hier beneden, Psalm 150, God de eer te geven. Nou, daar hebben we het eerste en het derde stuk in beeld. Het begin en het einde van de psalm. En dan staat daar tussenin vers 3 tot en met 9. En daar gaat het over het onweer. En 7 keer heeft David het daar over de stem van de Heere. 7 keer, dat is een bijzonder getal.
7, getal van volkomenheid. 7 donderslagen, zou je kunnen zeggen, die eigenlijk meer zijn dan maar donderslagen. Het is God die spreekt, die iets van zichzelf openbaart. Die iets laat zien van wie die is. Wat is dat een prachtig beeld eigenlijk? Wat David ons hier voor ogen schildert. Dat onweer, dat klinkt over de wateren. Nou, soms zie je zo'n onweersbui inderdaad boven een meer of een zee of de zee. En dan zie je het in de verte al bliksemen. Soms hoor je dan nog niet eens het geluid van de donder, dat is nog te ver weg. Maar dan zie je het in de verte al aankomen. Donkere, dreigende wolken. Het is ontzagwekkend. En het geluid van de donder, zodra dat dan aan land komt, dat is oorverdovend. De bliksem is in staat, gemeente, om sterke bomen tot luciferhoutjes te reduceren. De ceders van de Libanon, vers 5. Ze worden door de stem van de Heere, door het onweer, gebroken alsof het niks is. En de woestijn van Kades, het beeft en het davert daar. De hinden die werpen hun jongen. Doordat de bevalling op gang is gekomen vanwege de stress die beesten opeens hebben. En de wouden worden ontschorst. De bergen daveren. Ik denk, dit moet iedereen duidelijk zijn. Gods stem is ontzagwekkend. En dat is omdat hij zelf ontzagwekkend is. Weet je, dat gevoel wat je krijgt. Als je midden in zo'n heftige onweersbui terechtkomt. Dat er iets is. Zo machtig en groot boven je. Dat je zelf zo nietig wordt. En dat anderen zo groot. Ja, gemeente, zo is nou de Heere God. Zoals de Israëlieten dat ook hebben ervaren op de berg Sinaï. Toen Mozes die berg opklom. Om daar de wet van de Heere God te krijgen tijdens de woestijnreis. Toen zagen ze ook. Daar op de top van de Sinaï, de bliksem en ze hoorden de donder toen de Heere neerdaalde. En dan staat er in Exodus, en ze beefden van ontzag. Beven voor God, omdat hij zo groot is, zo vol van macht en kracht. Wat zegt dat ons? Zijn wij vandaag de dag misschien wel geneigd om van de Heere God toch maar liever een wat ander beeld te maken? Een wat zachtaardiger beeld. Iemand die nabij is. Misschien zegt u, zeg jij wel, ja dominee, Psalm 29 is Oude Testament, hè? Dat is wel een beetje typisch Oude Testament. Dat hij ontzagwekkend is, dat hij een machtig God is, een heilige en verheven koning. Iemand waarvoor we moeten buigen met eerbied en ontzag. Ja, leert het Nieuwe Testament ons niet wat anders? Namelijk dat hij een vader is. Zo leert de Heer Jezus zijn discipelen toch ook bidden. Dat je hem je vader mag noemen. Nou, inderdaad, als terecht komt er zo nog wel op terug. Maar het is niet terecht, gemeente, om dat als een verschil van Oude en Nieuwe Testament te zien. Want komen we de Heere God niet even goed tegen als die machtige God. Die ontzagwekkende God. Bijvoorbeeld in het Bijbelboek Openbaring. Als die hoogverheven heilige koning voor wie alle volkeren op aarde moeten buigen. En in Hebreeën 12, gemeente, staat dat de Heere een verterend vuur is. Ja, zie je dat ook niet terug? Dat ontzagwekkende van God. Op die andere berg, die heuvel, Golgotha. Als daar Gods zoon sterft aan het kruis. In totale verlatenheid en donkerheid. Gods toren over de zonde brandt daar neer. Op Christus zijn zoon. En het bliksemt. En het dondert. En het daalt op hem neer. Zo is God dus. Ontzagwekkend. In zijn heiligheid. In zijn majesteit en macht. Ja, en ook
ontzagwekkend in zijn ontferming en bescherming. Want dat brengt ons bij het tweede, zijn stem werkt wat uit. Op welke manier moeten wij nou ontzag hebben voor de Heere God, gemeente? Anders gevraagd, als God nou spreekt in het onweer, wat hoor je dan precies? Het eerste wat Psalm 29 ons leert, dat is dat je ontzag voor hem kunt hebben. Nou, dat is zeker. Maar er is meer. Want in de versen 3 tot en met 9 tekent David ons het pad van die onweersbui. Leest u nog maar even mee. In vers 3 gaat het over de grote wateren. Nou, dat waren voor Israël de wateren van de Middellandse Zee. Daar ontstond vaak het onweer. En dan komt het vanaf zee op land. Bij de Libanon in het noorden. Daar botst het als het ware op het gebergte van de Libanon. En het breekt de beroemde cedes van de Libanon, vers 5. En vervolgens, vers 6, trekt die bui over de berg Sirion. Dat is een andere naam voor de berg Hermon. Ligt ook in het noorden van Israël, maar dan meer in het noordoost. En van daaruit gaat het dan ineens naar beneden, vanuit het noorden naar het zuiden, door de Jordaanvallei naar de woestijn van Kades. Vers 8, de Heere doet de woestijn van Kades beven. Weet je, was dat misschien wel een veel voorkomende route die de onweersbuien in Israël aflegde? De uitleggers verschillen erover van mening. Hoe dan ook, het is wel opvallend gemeente dat als je het pad van die onweersbui op een landkaart zou tekenen, het eigenlijk een soort kommetje wordt. Om Israël heen. Beginnend in het noorden, aan de kust, afbuigend naar het zuiden, tot aan de woestijn Kades, waar het bewoonde, beloofde land zo'n beetje ophoudt. Een kommetje. Ja, gemeente, het is alsof die onweersbui, die route zo aflegt, mag ik het zo zeggen, alsof het de handpalm van God vormt. De handpalm van de Heer, die beschermend om zijn volk heen is, terwijl daarbuiten de heidevolkeren zijn. Die volkeren die het telkens weer gemunt hadden op Israël. Het is alsof de Heer zijn machtige hand, met zijn machtige hand een beschermende lijn trekt, waarbinnen Israël veilig is, maar die tegelijkertijd de heidenen doet beven vanwege het geweld van zijn stem. En daarom de vraag aan u, aan jou. Als u nou de stem van God in het onweer hoort, wat hoort u dan eigenlijk? Kijk gemeente, als de Heere God zich bekend maakt, of die dat nou doet door middel van dat onweer, het boek van de natuur, maar ook als die zich bekend maakt door het boek van de Bijbel, zijn woord. Als de Heere God zich bekend maakt, dan heeft dat altijd een reden en dan doet dat altijd wat. Als we hier in deze psalm lezen dat je het onweer kunt horen als de machtige stem van de Heer, dan heeft dat ook een reden. Wil die ons misschien bang maken? Nou, daar kun je voor onweer zijn. Kun je bang worden. Ik weet van mensen die zo bang zijn voor het onweer, dat als het 's nachts losbarst, dat ze al hun kinderen wakker maken en dan gaan ze onder de tafel zitten. In de woonkamer, totdat het voorbij is. Want het kan je immers zomaar raken, dat onvoorspelbare, hè? Het kan zomaar op je neerslaan. Nou wil Psalm 29 ons leren dat de Heere God ook zo is. Onvoorspelbaar en dreigend. Nee gemeente, dat is het niet. Weet u wat mij zo opvalt in deze psalm? Dat er eigenlijk twee kanten aan zitten aan dat onweer. Het werkt zich eigenlijk uit naar twee kanten toe. Naar de kant van de Libanon en de Sirion, de Hermon. En naar Kades in het zuiden, de woestijn, oftewel naar alles om Israël heen. Dat is de ene kant en dat beeft en dat davert. En dan zou je bang worden. Die krijgen te maken met verwoesting. Voor hen is Gods macht angstaanjagend als de bomen worden ontschorst. De bliksem is ingeslagen. En ze zien hoe de jonge herten hun jongen te vroeg werpen. Uit pure angst.
Want Gods stem is vol kracht en glorie. Daar valt niet mee te spotten. Maar er is ook een andere kant. Want in de hemel wordt nou juist daarom de Heere eer en macht toegezongen. En wordt er voor hem gebogen. En voor David is het juist een reden om de Heere groot te maken. En om zijn vertrouwen te stellen op hem. En hem als koning en heerser te beleiden. Meent u, Psalm 29 is geen lied dat alleen maar angst in wil boezemen. Het is een lied dat je juist in de armen van die machtige en heilige God wil drijven. Want als deze God met zoveel macht, hij heeft het onweer gemaakt. Hè? Hij is de schepper ervan, dus hij is nog groter dan dat natuurverschijnsel. Als die God nou uw en jouw God wil zijn, moet u kijken waar de psalm mee eindigt. De Heere zal zijn volk kracht geven. De Heere zal zijn volk zegenen met vrede. Voor zijn volk is de macht en de glorie van God geen reden om te beven, maar juist om te zingen. Want die macht die werkt niet tegen hen, maar die werkt voor hen. Beschermend, versterkend. Zegen het met vrede, geen oorlog, geen onrust. Vrede, shalom. Diep vertrouwen, diepe rust. Vaste grond om op te staan. Heel het volk Israël, zijn volk, mag zich veilig weten in de handen van God. In dat kommetje van zijn bescherming. En dan merkt u wel, gemeente, dat het nogal verschil maakt. Dat het voor de heidenen, deze stem van de Heere God, een doodsgeur is. Zoals Paulus in 2 Korinthe 3 daarover schrijft. Als het gaat over zijn prediking. Wij zijn voor God een aangename geur van Christus onder hen die zalig worden. En onder hen die verloren gaan, voor de laatste een doodsgeur. Het werkt wat uit. Het doet wat als God spreekt. Als die spreekt in het onweer, als die spreekt hier in de kerk met zijn woord, dan doet het wat. Wat doet het met u, met jou? Gemeente, brengt het woord van God, brengt de stem van de Heer je nou in de armen van de Heer Jezus Christus? Of niet? Brengt het je nou aan zijn voeten? Of sluit je ervoor af? Wil je er niet van weten? Dat maakt nogal verschil. U merkt wel, gemeente, in deze psalm zit het geheim in dat woord, in die woorden zijn volk. Zijn volk hoort ook Gods stem, indrukwekkend. Maar des te indrukwekkender het is, des te meer het vertroost. Want het is niet tegen hen, het is voor hen. Want als je nou weet, mag weten, dat de machtige God die de donder en de bliksem heeft geschapen, dat die God jouw God is. Ja, dat hij inderdaad in Jezus Christus je hemelse Vader is. Dan weet je, bij hem ben ik veilig. Bij hem mag ik schuilen. Te midden van alles wat er om je heen is in het leven, alle onrust en onvrede die er is. Te midden van alle verwoesting en alle dreiging die je ervaart. Bij alles wat je bang maakt. Je veilig weten in zijn hand. Want de Heere zal zijn volle kracht geven en het zegenen met vrede. Hoor je erbij, bij zijn volk. Maar in Psalm 29 wordt Israël daarmee bedoeld. Dat is zijn volk, volk van God. Maar nou mag jij daar ook bij horen. Erbij geteld worden.
Namelijk bij allen die hem in waarheid dienen. Door het geloof in Jezus Christus word je erbij gerekend en mag je jezelf erbij rekenen. Wie gelooft in hem, gemeente, wie zich tot Christus keert, voor hem of haar is Gods macht geen macht meer die je wegstoot. Maar het is een macht die je tot nieuw leven wekt, tot eeuwig leven brengt. Ik las het ergens zo, wie van de liefde van God verzekerd is, voor diegene is Gods uiting van zijn almacht een troost. En hoe word je nou verzekerd van die liefde van God? Nou, dan moet u naar de Heer Jezus kijken. Door te zien hoe op Golgotha het 3 uur donker wordt. Hoe daar als het ware het onweer van Gods toorn op hem neerdaalt. Maar gemeente, hij neemt het allemaal in zich op. Met het kruis van Christus, dat is eigenlijk de grote bliksemafleider. Zoals die zich ook op hoge gebouwen bevindt. Een bliksemafleider, zo'n soort antenne die naar de grond gaat. En als de bliksem inslaat, mocht dat gebeuren, dan voert het de lading af naar de grond. Dat het weg is. Zodat in ieder geval er geen brand uitbreekt in zo'n gebouw. Het vangt het op, neemt het in zich op. Nou gemeente, zo heeft de Heer Jezus nou de toorn van God, dat verterende vuur van zijn heiligheid, in zich opgenomen. Dat het bij u en bij jou niet in zou slaan. Dat je veilig bent, vrede hebt. Ja, dat je hem zou aanbidden, dat is het derde. Gods stem wekt ons tot aanbidding, want waar moet je dan zijn? Ik herinner me nog goed uit mijn jeugd dat we met het gezin op vakantie zouden gaan in Duitsland. We gingen vaak naar Duitsland op vakantie. En dat op een zeker moment, een week of zo, voordat we zouden vertrekken, er een bericht was op de radio dat er een gezin omgekomen was in Duitsland. In hetzelfde gebied als waar we heen zouden gaan. En dat was gebeurd tijdens het onweer. Ze hadden namelijk tijdens dat onweer geschuild onder een boom. En in die boom was de bliksem ingeslagen. En dat hele gezin was omgekomen. En dat maakte op mij toen grote indruk. Want wij gingen daar ook naartoe. En ik was dan ook blij dat op de radio, naar aanleiding van die gebeurtenis, er tips werden gegeven. Wat moet je nou doen als het onweer je overvalt en je bent in de natuur? Je kunt zo gauw niet even een huis binnen of zo. Nou, ga dan niet schuilen onder een boom. Ga ook niet plat op de grond liggen. Nee, wat je moet doen bij het onweer, je moet op je hurken gaan zitten. Op je knieën. En dan dicht tegen de grond aan. Dan ben je veilig. Want de bliksem slaat altijd in op het hoogste punt. En op die manier maak je jezelf klein. Gemeente, is dat nou niet wat we moeten doen? En waar Psalm 29 hierbij wil brengen. Die bliksem en de donder van het onweer, van de stem van God. Weet u, je doet er het beste aan om op je knieën te gaan. Dan ben je veilig. Knielen bij het kruis van Christus. Knielen aan zijn voeten. Dat lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Wat is dat? Hoe doe je dat? Knielen bij het kruis. Nou, dat doe je zo, dat je in je leven met Christus leeft, in je gebed hem zoekt en hem aanbidt, hem hoog houdt. Kijk, als je niet bij hem bent, als je ver bij Jezus vandaan bent, dan ben je niet veilig. Kan nooit. Dan is Gods heiligheid alleen maar dat verterende vuur. Maar blijf daar dan niet. Psalm 29 waarschuwt je ervoor. Als je niet in Gods hand bent, als je niet in het kommetje bent, bij zijn volk, bij degene die hem toebehoren, die door hem gekocht zijn, ja, als je niet door het geloof aan hem verbonden bent, ja, dan speel je met vuur. Maar u mag komen.
daar waar zijn volk is. Je mag je hele bestaan in dat kommetje leggen, gemeente. Als je leeft en leert leven van zijn genade. Die genade van Christus waarvan het kruis van Golgotha spreekt, de bliksemafleider. Door de Heere zelf op aarde geplant. Als je bij dat kruis knielt, dan ben je veilig. Volkomen veilig. Voor het woeden van welke storm dan ook. Veilig ook voor de aanvallen van de vijanden. Veilig in het oordeel van God. Want zijn volk, dat zijn al die mensen die in geloof op Jezus zien. En die doen waar Psalm 29 ons toe oproep, geef dan de Heere eer en macht. Geef de Heere de eer van zijn naam. En zijn naam is Heere. Yahweh, God van het verbond. God van zijn volk. Beschermer van allen die hem aanroepen en hem zoeken. Gods stem in het onweer. De Heere spreekt. Ook vanmorgen door zijn woord. Voor de een een verschrikking. Maar gemeente, laat dat nou niet het enige zijn wat je bij het onweer bedenkt. Als het weer een keer onweert, misschien van de week. Dat je als kind onder die tafel moet gaan zitten, dat is natuurlijk vooral angstig. Dan voel je je niet veilig. Maar leer je kinderen dan maar dat ze zich bij de Heere veilig mogen weten. In Christus volkomen veilig. Bij een machtig, een almachtig God. En hij geeft zijn volle kracht. Wie zwak is, ontvangt nieuwe kracht en nieuwe moed. En hij zal zijn volk zegenen met vrede. Met shalom, eeuwige vrede. Laat zo de stem van de Heere ook voor u, voor jou reden zijn om hem alle eer te geven, ook vanmorgen. Want God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Ja, de Heer, de God der legerscharen, is met ons. Met ons. Hoed ons in gevaar. De Heer, de God van Jacob's zaad, is ons een burcht, een toeverlaat. Amen.
Gemeente, laten wij nu danken en bidden. We denken daarbij ook aan datgene wat genoemd staat op de zondagsbrief. Er is ook dankzegging gevraagd voor dominee mevrouw Van Beek Weijers, Fluvia 2. Ze zijn vandaag, deze zondag, 55 jaar getrouwd. En we willen ook bidden voor het Koninklijk Huis na het overlijden van prinses Christina. Laten we bidden en danken. Heren, we willen tot u komen in onze gebeden. Nu uw stem heeft geklonken. En we hoorden, heren, dat als uw stem klinkt, dat een stem is die ontzag inboezemt, die op de knieën wil brengen voor uw troon, opdat we ook veilig zouden zijn. Want heren, we zijn bij u veilig. We hoeven niet te vrezen voor uw kracht en voor uw macht. Niet als we van u zijn immers. Heer Jezus, u heeft uw volk gekocht. En allen die in u geloven en die tot u de toevlucht nemen, heren, die zult u niet afwijzen. We mogen knielen aan de voet van het kruis, waar de prins der glorie stierf. Ja, u nam onze zonde, onze straf op u. U heeft het voor ons weggedaan. Heren, laat het zo zijn dat ook voor ons persoonlijk is. Bewaar ons ervoor, heren, dat we niet knielen, maar dat we weglopen. Dat we onze eigen weg gaan. Dat we u niet de eer geven die u waard bent te ontvangen. Dat we niet doen waartoe uw woord ons vanmorgen ook opriep. Ja, heren, dat dan ook die belofte die u zelf geeft zijn kracht niet heeft en niet kan hebben. Namelijk dat u uw volk kracht zal geven. En dat u uw volk zegent met vrede. Heren, we danken u dat u gesproken hebt vanmorgen. En laat uw stem ook nog naklinken in ons hart en leven. Werk met uw Heilige Geest in ons, opdat we u zullen toebehoren en van u zullen zijn. Heren, wij danken u dat we uw woord mogen hebben, dat ons ook datgene wat we in de natuur om ons heen zien, duidt en laat zien wat dat is en hoe we dat mogen zien. Heren, wij danken u dat uw stem klinkt, overal op deze aarde, heren, want ook daar waar uw woord niet is, daar klinkt wel uw stem in de natuur. Alle volken horen die stem. Heren, geef dat ze u, de schepper, mogen zoeken en dienen. Wij willen u bidden en danken, heren, voor datgene wat in de gemeente, ook in de afgelopen week, heeft plaatsgevonden. We willen u danken dat zuster Grevers van de groep weer terug is na behandeling in het ziekenhuis. Ze mocht weer naar huis terugkeren. Heren, wees u bij haar man. Wilt u hen zegenen met uw vrede en kracht geven. Dat willen we ook bidden, heren, voor zuster Slotboom die thuis kwam uit de fontein. We danken u, heren, dat ze nu weer thuis kan zijn en wilt u ook bij haar zijn en om haar heen zijn. Sterkt u haar, heren, met uw aanwezigheid. We willen u bidden voor zuster De Bruin Hasselaar, die opgenomen werd in het ziekenhuis in Ede voor onderzoeken. Op dit moment is nog niet duidelijk, heren, wat er aan de hand is. We willen u bidden of u die duidelijkheid wil laten komen en geeft dat ook behandeling mogelijk is. Wees u met haar, met alle die om haar heen staan. Gedenk haar in uw goedheid. Heren, we danken u dat dominee mevrouw Van Beek vandaag mogen gedenken 55 jaar getrouwd te zijn. Heer, u heeft hen samen vele jaren gegeven en daarvoor willen we u de dank en de eer geven. En we danken u, heren, voor de vele zegeningen die ze van u in al die jaren ook hebben ontvangen. En er waren ook momenten van diep verdriet,
en van rouw. Heere, weest u hen ook nabij, in dat verdriet en in de herinneringen die zich op een dag als vandaag ook in dat opzicht er zullen zijn. Heere, wij willen u bidden voor het Koninklijk Huis. Nu in de afgelopen week, prinses Christina is overleden. Weest u met prinses Beatrix, met onze koning en koningin en heel de koninklijke familie bij het verwerken van dit verlies. Heere, weest u hen nabij met uw troost en met uw zegen. Wij bidden u of u met ons mee wil gaan als we straks de kerk weer verlaten. Weest u deze dag ook verder met ons, Heere. Geef ons een gezegende zondag. Wilt u ons ook weer opnieuw in uw huis brengen vanmiddag, als uw woord weer mag opengaan. Zegent u ons ook dan met wat u ons te zeggen hebt. Vergeeft u genadig wat niet naar uw wil is geweest, ook in deze dienst. En hoor naar onze gebeden, uit genade alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En we willen als ons laatste lied zingen uit Psalm 3, het tweede vers.
heen in vrede en ontvang de zegen van God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.